technicus mobiele werktuigen, doet een stuk onderhoud, reparatie, modificatie aan de machines, diagnose stellen, aan de tractoren zelf. Mijn liefde voor het vak komt uit vroeger het sleutelen met mijn vader aan bromfietsen, motors, auto's. Hoe het is om Tim te begeleiden, dat is heel leuk. Om hem dingen te leren voor de toekomst. Onder andere bijvoorbeeld hoe dingen uit elkaar halen, welke volgorde dat moet. En als ze het weer in elkaar gezet, hoe dit moet afstellen en alles. Wat de juiste timing is van de motor bijvoorbeeld, waar we mee bezig zijn. Dus moeten we even de ene draadeind weer indraaien. Dan pakken we hem even opnieuw op en dan zoeken we even een paar blokken hout die er goed onder passen. Prima. Want Tim heeft een groot technisch inzicht. Is handig, hij kan bijna alles maken. Hij begrijpt alles snel. Het moeilijkste aan mijn beroep is de af en toe storing die bij de klant wel gebeurt en als hij hier staat weer niet is. Het is ook weer een uitdaging, vind ik ook wel weer leuk. Wat je in huis moet hebben voor een technicus mobiele werktuigen. Ja, dat is groot technisch inzicht van de machines waar je aan moet werken. Veel motivatie natuurlijk, liefde voor het vak hebben. En ook genoeg doen als de machine weer gerepareerd is en naar de klant gaat, dat hij weer helemaal goed doet. Klant blij, ik blij. Vergeet je die bovenste bout niet? Nee. En we moeten die kering ook vervangen, want die is ook lek. Jan is meer de begeleider voor me. Ook qua, het gaat niet altijd over werk. Jan die legt ook alles goed uit. En ik kan altijd wel met hem lachen. Over alles en niks. Hallo, ik ben Tijmen. Dit is waar ik werk, bij Van Heuvel. Mijn begeleider Jan. Ik ben Jan. Kom Tijmen, we gaan een bakkie nemen.